Dit is een proefje van Tessa. Ze doet de F3 en dan wel op Pinky. We gaan beginnen met AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Ze begint even met een volte om bij AXC binnen te kunnen komen. Voor AXC binnenkomen krijgt ze een 7. En ja, er staan weinig commentaar bij, dus ik lees gewoon de proef voor en ja, ik heb ook niet zoveel commentaar, want ik ben verder van de jury natuurlijk. Nou, ze gaat op de linkerhand. Zelf vind ik dat Bink lekker rustig loopt. Ze gaat nu EBE grote volte rijden. EBE grote volte rijden. Ook hier krijgt ze een 7 voor. Het is wel verschil of Tess op sterren zit of op Pinky. Merk ik zelf, vindt ze zelf ook. Sterren is meer naar haar toe gericht en Pink is natuurlijk meer gericht op heel veel verschillende kindjes. We gaan nu FXH van hand veranderen. FXH van hand veranderen. En hier krijgt ze ook een 7 voor. Ze vindt het makkelijker op sterren. Ik denk dat het ook makkelijker is. Sterre luistert natuurlijk gewoon naar wat zij zegt. En Binky die weet zelf eigenlijk wel hoe de proef loopt en wat hij moet doen. Dus ja, die kan gewoon zijn dingetje doen. Nou, ze mag nu bij B gaan afwenden. En daarna E op de rechterhand. En ook hier krijgt ze weer een 7 voor. Niet op de rechterhand. Nou, dan krijg je tussen H en C arbeidsstap, dus overgang naar de stap. Die krijgt ze ook een 7 voor. En nu mag ze ME van hand veranderen en daarbij de teugels langer laten worden. Ze krijgt voor van hand veranderen een 6, niet over E wordt daarbij aangegeven. En teugels langer laten worden, eerder toestaan. Dus eigenlijk had ze eerder de teugels langer moeten laten worden. Nou, we gaan even kijken bij E. Ja, ze komt voorbij de E, komt ze op de hoefslag. Tussen E en K de teugels op maat maken. Hier krijgt ze ook een 6 voor. En dan mag ze tussen A en F arbeidsdraf. En daar krijgt ze alweer een 7 voor. Ik heb haar altijd geleerd na de eerste letter. Als de komst van de pony daar voorbij is, dan kun je overgaan in de volgende gang. Krijg nu BEB grote volte. En voor deze grote volte krijgt ze ook een 7. Ik vind hem wat klein. Maar nogmaals, ik ben geen jury. Dus ik mag er van alles van vinden. Alleen is dat natuurlijk niet erg terecht. Nou, dan mag ze tussen M en C arbeidsgalop links aan springen. En hier krijgt ze een 7 voor. En vervolgens moet ze één keer de rijbaan rond in galop. Ik kan je vertellen dat Binky in galop een moeilijk iets is. En Binky in galop houden, dat is nog ook een dingetje. Er staat een 6 voor en ze staat bij voorwaarts houden. Maar ik moet zeggen, op Binky een heel rondje galopperen, ik vind het knap. Tussen M en C arbeidsdraf. Dus ze moeten terug gaan naar arbeidsdraf. Nou, dat doet ze wel aardig, want ze krijgt er een 7 voor. EF van hand veranderen. Hier krijgt ze wel een 6 voor. Niet op de letters. Dus EF. Ja, het is wat laat. En bij F komt ze. Nou, kijken. Ja, ze gaat te veel naar de hoek. EBE een grote volte. En hier staat bij een 6 en ook op het verkeerde been. Het is was wat minder relaxed dan normaal. Ze vindt het moeilijk dat ze niet op sterren mag rijden. En dus op Binky zit, dus ze let ook gewoon minder op. Nou, kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Die dingen gebeuren nou eenmaal. Zometeen mag ze tussen H en C arbeidsgalop rechts aanspringen. En ook dan mag ze weer één keer de rijbaan rond.
Dat doet ze beter dan op de andere hand, want hier krijgt ze voor allebei een 7. Nou, heel rondje gelopen. En dan zometeen mag ze tussen H en C arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 6 voor. Staat niet bij waarom. Daar ben ik dan altijd wel nieuwsgierig naar. Nou, dan mag ze MXF, een gebroken lijn. Ze blijft op het verkeerde been zitten. Ze is er wel consequent in. Eigenlijk was dat er wel uit. Eigenlijk weet ze wel hoe ze op het goede been moet lichtrijden. Maar ik denk toch dat de stress van alles een beetje meespeelt. EB afwenden en dan op de linkerhand. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus waarschijnlijk zit ze nu wel netjes op de letters. Ze gaat zo bij E afwenden en bij B op de linkerhand. Ze blijft wel consequent op het verkeerde been zitten. Achteraf zei ze dat ze het bij sterren makkelijker vindt om te voelen of ze op het verkeerde been zit. HXK gebroken lijn. En ook hier zit ze op het verkeerde been, maar krijgt ze toch nog een 7 voor. Gebroken lijn heeft ze altijd goed geoefend. Dus ze weet dat ze echt door moet rijden naar de X en dan mooi om moet buigen. Dus dat doet ze netjes en krijgt ze ook een 7 voor. A mag ze afwenden. Hier krijgt ze ook een 7 voor. Ze heeft ook veel geoefend. Nou, en dan tussen D en X arbeidsstap. Krijgt ze ook een 7 voor. En vervolgens X en G halt houden en groeten. Hier krijgt ze ook een 7 voor. Voorwaarts in stap de rijbaan verlaten, daar krijgt ze een 6 voor. De houding van de ruiter ook een 6, de zit van de ruiter een 6. De beenligging van de ruiter een 6. De handhouding van de ruiter ook een 6. De juistheid van der beenhulpen ook een 6. De juistheid van de teugelhulpen een 6. De juistheid van het tempo een 7. Algemene indruk een 7. Verzorging van de ruiter een 8. En verzorging van de pony ook een 8. Dat maakt 232 punten. Dus dat heeft ze goed gedaan.